mensen van All Out Gamers, ik wou dit nog even zeggen voor je tartje, voor dat je het filmpje kijkt. Het is zo, als je in de server wil, moet je eerst geabonneerd zijn. Misschien bij, is het wel handig als je hem ook bij je favorieten toevoegt. Dan je naam zo vaak mogelijk achterlaten en ja, dan kiezen we er een uit. In het volgende filmpje waarschijnlijk ook een server tour, maar dat duurt nog even. Dan wachten we even mee met hoeveel er zijn binnengekomen. Dan wordt er een uitgekozen willekeurig en dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Of je moet even je e-mailadres geven en dan stuur je Holland Gamers even een berichtje met je e-mailadres. Dan sturen wij je het IP-adres en ja, van Hamashi, want Hamashi moet je sowieso hebben. Je kunt ook via de Cracked versie. Wij doen nu ook de Cracked versie, dus dat kan prima. Maar natuurlijk als je gewoon een account hebt, kan dat ook prima. Dat maakt ons helemaal niks uit. Ik wens jullie veel kijkplezier met het filmpje. Yo. Hallo mensen van Hollands Gamers. Ik ben Richard. En zoals en ik je ziet. Julian. Ja, Julian. Ik ben 14 jaar. En zoals je ziet is het Minecraft. Dit is onze eigen server. Je kunt in de server komen. Door gewoon veel te spammen. Ja. Spammen, ja. Door te squipen bedoel ik. Ja, onder het filmpje. Zo vaak mogelijk je naam achterlaten. Ja. Als eerste lopen we hier over het treinrails, de treinverbinding, naar dit huis hier. Dit huis is van de Romano. Romano? Wat hoor ik daar de hele tijd? Ik hoor ineens geklop of zo. Waar komt dat vandaan? Oh, hij heeft hier een kelder. Waar ik niet inga, want het staat hier helemaal vol. Ik kom er niet uit. Hé, hey, what the fuck? Ik kom er niet uit. Wie heeft dat gedaan? Dat heb jij zelf gedaan. Nee, jij bent eten met die dorpelingen aan het spelen. Ja. Hey. Hier heb je het panorama ding van Romano met slaapzaal. 3-persoonsbed. Maak je niet vaak mee. Maar het is hier gewoon. Er zijn heel vaak meisjes mee, hoor. Trio, ja. Nou, je staan dus allemaal dorpelingen. Wat ze hier in hemelsnaam doen, ik heb geen flauw idee. Maar we gaan verder. Dit is het voetbalveld. Concertachtig iets, wat ook helemaal vol staat met dorpelingen. Maar mensen die dit filmpje kijken, als je straks in de server bent, is dit hopelijk allemaal opgelost. En wat doet die kip op mijn schip? Dit is mijn schip. Dit is het schip dat ik heb gemaakt. Ik ga er even op. Ja, het is nog steeds niet weg. Nog steeds weg, hè? Ja. Nou ja, hier kun je omhoog. Hier ga je naar het kraaiennest. Zo wordt dat genoemd. Mooi uitzicht. Zo'n soort van kapiteinshut-achtig iets. Met dorpelingen. Met dorpelingen. Filmpje gaan we gewoon noemen met dorpelingen. En wacht even. Hier kun je het ruim binnen lopen. Naar beneden met een ladder. Hier heb je een soort van slaapzaal. Waar jullie al. Oh, mooi. Ja. Ook met dorpelingen. Maar ook met dorpelingen. Ik vlieg verder. Wat heb je hier? Dit heeft Julian gemaakt. Ja, mijn huisje met een aantal dieren, ik had niet veel te doen, dus. Een aantal dieren. Ja. Zijn er redelijk wat. Ik ga die trein even niet meer nemen. Wow, yo, yo, yo. Wow, yo. Je hebt wel veel honden. Wolven. Ja, ik ben een wolven. Ja. Hey, heb je nog een schip? Hoi, Romano. Hier is nog een schip. Dit schip heeft Theo, Matteo, als ik mag zeggen, gemaakt. Ja. En we kennen hem van school. Hij zit niet bij ons kanaal, maar hij mag ook dingen maken hier op de server. Hier heb net je de kapiteins. Als jullie vaak genoeg jullie namen in onder het filmpje zetten, dan mag je ook van alles gaan bouwen. Ja,
Dan kun je het zoals dit ook bouwen. Bijvoorbeeld schepen. Je mag alles bouwen. Maar er zijn regels en die staan in het huisje. Ja. Nou, dan is het ruim mooi gemaakt, Matteo. Wow. En we vliegen weer verder. Het is een vuurtoren. We gaan eerst... Wow, een nieuw pad. Dat hebben we nu niet eens gezien. Nou, hey, Marcel is hier bezig met het pad. Marcel is er even niet. Die hoort er normaal wel te zijn, maar om omstandigheden is het hier niet. Dit is de rechtszaal. Als je toch een regel hebt overtreden, dan kom je hierheen. Dan ga je gevangenis in. Dus niet doen. Dus dat zou ik niet gaan doen, want je kunt ook geband worden. Maar we gaan verder. Ik ga via dit pad, nou, of via dit pad, omhoog. Naar Marsiland, zoals hij dit noemt. Dit is Marsiland. Wow, wow. Even kijken. Godverdomme. Gebouwd? Gebouw. Nou, ik ga omhoog. De vuurtoren in. Hij heeft de vuurtoren gemaakt. Hij houdt van vuurtorens. Ik ook. Hey, niet doen, hè. Help. Kies plaats of zo. Wacht, ja. Dus vliegen dan. Oh ja. Ja. Dit is dus op de vuurtoren met vuurtorenlamp. Is wel bekend. Nou, gaan we naar beneden. Ja. Nee, je kon er wel op, maar er stond dat stukje ladder stond ernaast. Zeg maar. Ja. Ik ga weer omhoog. What the fuck? Dit was de Kijk dan. Er gaat geen deur open. Kijk dan. Andere kant. Kom eens. Waar? Wow, dat heeft iemand weer gesloopt. Alweer, ja. Wow, joh, wat... Waarom kan ik hier niet omhoog? Je moet opvliegen. Ja, dat doe ik ook, maar ik ga niet omhoog. Oh, nu wel. Wat dit is? Dit is het station. Hier gaan alle treinen naar alle huizen toe. Dus misschien, als je op de server zit, gaat de trein, die gaat aardig snel, die gaat ook naar jou toe. Dit is het huisje van Marcel. Slaapkamer. Ik ga dat allemaal even niet bekijken, want... Alles duurt te lang. Ja, het duurt net wat te lang, inderdaad. Nou, dit is Marseland. Immens groot gemaakt. We gaan hier even heen. Wat is dit? Is de... Wauw, ik ben aan het lekken. Dat kan. Dit is een bord van Matteo. Hier is de winkel met korting. Met korting. Heb je bibliotheek of zo? Ik ken het niet eens, hoor. Ik wil toch even inkijken. Als ik er nu toch ben, wil ik er wel even inkijken. Waarin? In ons huisje. Ik zie... Ik ben hier eigenlijk niet echt vaak geweest. Ja, ik herken het toch wel. We gaan verder. Waar ben je nou? Ik zie je nou ik ben niet bij dat beeld. Dit is daar. Een skin gemaakt door Theo. Ook door Matteo. En met drie wolven. Ja, met drie wolven. Hier is eens wat aan veranderd. Hier was een piemel en twee tieten aan toegevoegd. Door een melige Romano. Inderdaad. Dit is echt gebeurd. En hier heb je de flat. Daar ga ik niet inkijken, want er staat niet veel in. Dit, wat is dit eigenlijk? Want dit is me niet echt duidelijk. Weg naar Julians huis. Alweer een huis? Ja, het is zeg maar een enorm huis. En daar maak ik dan weer andere huisjes. Ah. Ik snap. Kijk, het is hier, als je hier naartoe gaat, naar buiten. Ja. Dan druk je op die hendel. Ja. Zo. En dan boem. Oh, zo. Daarom zag ik die blokjes daar wel eens voor staan. Handig. Ja. Wow. Ik moet de vliegen nog een beetje onder de controle krijgen. Ik ga nu naar mijn eigen huis, mijn eigen gedeelte. Het is goed afgezet met... hekjes. En heel onoverzichtbaar. Ja, het is moeilijk te zien. Dat was juist ook een beetje de grap ervan.
Het is een modern huisje. Beneden. Hier ga je naar boven met een slaapzaal. En een balkon. Balkonnetje, gezellig. Wow. Waarom gaat het vliegen zo moeilijk, joh? Dubbel spatie. Ja, dat doe ik ook, maar... Oh. Nou, hij gaat zo. Hier heb je nog een slaapkamer. Twee persoons. We gaan hier even naar boven. Dit is uitkijktoren dat ik heb gemaakt. Wow, ik val zo wat. Nou ja, dit is het uitzicht hier. Je kunt hier bijna alles zien. Ja. Godver. Hé, niet schelden, hè? Nee, dat mag ik niet. Wow. We gaan hier verder. Dit is een beetje waar ik mijn dieren heb hier. Hier heb je mijn mini zwembad. Hey, je glas is weer weg. Nee, niet weer. Wie doet dat de hele tijd, joh? Ik weet het niet, maar... Ik ook niet. Nou ja, hier heb je nog mijn farm. Even kijken, want geloof ik hebben we alles wel gehad. Ja. Ja, volgens mij wel. Geloof ik wel, ja. Geloof ik hebben we alles gehad. Of... We hebben best wel veel gemaakt in hoeveel weken? 2? 3? 2, volgens mij. Ja, alleen heel vaak waren er wat problemen met de server. Ja, maar het meeste is nou wel opgelost. Dus. Ja, wij hebben zelf de cracked versie. Dat kun je ook zien aan mijn skin. En jij kan ook via de cracked versie, of niet? Kun je er met via ja. de... Kun je er ook in? Hamashi installeren en... Gewoon Hamashi installeren. De linken en dat soort dingen zet ik er nog wel bij. Ja. Dus dan waren wij de echte. Ja. Ja, als het echt goed gaat met Minecraft, dat soort dingen, halen we nog wel de echte. En ik dacht, Julian, kom even. Ja, waar ben je dan? Ik ben vlakbij Marsiland, ik zweef daarboven. Ik dacht, het is een mooi moment om te eindigen. Dat je ons zo met z'n tweeën zo, en dan zie je de zon. Moet ik je eerst vinden. Hey, ik zie je. Naar boven, je moet vliegen. Hoger. Higher. Zie je mij nu? Nee, oh, wacht. Daar. Daar ben ik. Niet zo goed. Kijk, het is een mooi uitzicht hier over de hele server. Oh, daar ben ik. Ja. Nou, even omhoog kijken. Zo. Prachtig. Dit is dan het einde van het filmpje. Nog voor de laatste keer. Word je erin? Spam dan helemaal vol met je eigen naam. Zeg ik tot ziens. Like het filmpje. Doei. Doei, yo.